Op 1 oktober vorig jaar ben ik rond gaan zwerven. Ik woonde 35 jaar in een bos. En ja, ik ben opgegroeid hier en ik voelde me weer gelukkig toen ik hier in Noord-Holland was. Zo'n 4 maanden nu bivakkeert de 51-jarige Jeroen Bos hier aan het water van een nieuwe herengracht op de hoek met de Weesperstraat. Als Jeroen ergens niet tegen kan, is het troep op straat. En volgens hem is het op de nieuwe herengracht altijd één grote teringbende. Ik kwam hier 4 maanden geleden en toen viel het me op zo van, hey, er ligt hier wel heel veel glas gewoon. En hier zo bij de prullenbak een dumpplaats in combinatie met het Joods monument. Vond ik het wel een rare combinatie en gewoon van, ja, dat is hier rommelig en zo. En ik kwam er steeds meer achter eigenlijk zo van, oh, er wordt hier gewoon helemaal niet opgeruimd. En dus doet Jeroen het zelf maar. Probleem is alleen dat hij nogal een verzamelaar is. Zijn plekje onder de brug ligt normaal gesproken vol spullen die hij vindt op straat of het vlakbij gelegen Waterloopplein. En daar is de gemeente niet heel blij mee. Vandaag is het nog relatief netjes op zijn plekje. Ja, ik heb het een beetje meer opgeruimd. Dit is echt het concentratiepunt van de gemeente, dat hier alles weggaat. Dus ik laat hier voor de show een beetje dingen liggen. En al het mooie spul ligt onder dat zeil? Nee, dat ligt daar allemaal nou. Laten we eerlijk zijn, Jeroen, dit ziet er natuurlijk ook niet super netjes uit. Nee, dat klopt. Dus waarom laat je het hier dan wel gewoon zo liggen? Om mensen te confronteren ook gewoon zo van, ja, waarom wordt het allemaal zo slecht schoongemaakt? Waarom komt hier geen veegwagen in de straat? Wie wel regelmatig langskomen. Oh, jij zag ze ook. Zijn de handhavers, want de troep opruimen is prima natuurlijk. Maar alles dan ergens anders opstapelen dan weer niet. Hij had gisterochtend moeten zijn hier. Toen ben ik op een gemeentewagen gesprongen en toen heb ik alles eraf getrokken. En dat lieten de gemeentewerkers allemaal toe. Nee, maar hoef ik niet. Oh, jawel. Ja. Jeroen laat verder niet veel los over waarom hij vorig jaar op straat belandde. Hij was een redelijk succesvol lichtkunstenaar en zegt dat er weer opdrachten aankomen. Ook met de spullen die hij op straat verzamelt is hij dingen van plan. Ik verzamel dingen om werk van te maken, maar ook dingen waar ik bang van ben dat ze verloren gaan in de vuilnisbakken. En er zit gewoon, ja, heel veel interessante historie ook bij. Ik vind heel veel bijzondere boeken, oude grammofoonplaten, van bakkelieten. En wat doe je daar dan mee? Die verzamel ik. Ik presenteer ze hier ook af en toe wel eens in de tunnel. De ene die komt voorbij fietsen, jezus, wat een rotzooi. De andere, ja, die begint van het moment dat ik het dan neerzet. Ja, dan wordt er gelijk foto's gemaakt, gefilmd en gedaan. Dan denk ik van, ja, oké. Het is voor mij een kunstvorm waar ik eigenlijk zelf niet zo'n voorstander van ben. Maar ik vind het effect vind ik wel grappig. Zo van, ja, je zet een paar dingen neer op een rare plek en het is in één keer. En hey. Er komt net iemand voorbij die zegt, ik kom vanavond eten brengen. Ja. Ik word hier gehaat in de straat en de omgeving. En ik ben heel erg geliefd bij een hoop mensen. De plek van Jeroen is al een keer door de gemeente schoongeveegd. En ook heeft hij al een dikke boete op zak. Toch zit Jeroen er na 4 maanden nog steeds. En hoe lang ga je nog blijven zitten? Ik zeg elke keer zolang nodig is, maar ik moet ook weer verder.